3 a week. Ik zie daar Ron van Toren ook nog aan meedoen aan die eindprint, naar die finishlijn. Race nummer 11 in de baan met Sahai van Oppo, Femke van den Heuvel, Kevin Slotbo, Anja Jacobs, Koen Dollevoet en Tom van der Lagemaat. Aan de leiding hier met 449, Noah Riel van Koen Dollevoet. En wie komt daar naar voren met 94? Sahai van Oppo of is het met 126? Is het Kevin Slotbo die de tweede positie in handen houdt? We zullen ze straks terugzien in die halve finale. Race nummer 12 alweer. Eigen klasse 10 jaar met Sanne Hoogakker, Lotte van der Wiel, Rodi van der Heuvel, Pablo van Meulen, Jeroen van der Wiel en Tom Smit. Aan de leiding hier met 46 Jeroen van der Wiel. Hij zal toch het kaartje dicht moeten houden aan de binnenkant daar, want daar zit er eentje op het vinkje daar met 155. En dat is Lotte van der Wiel. Dus die wil ook maar eventjes naar voren toe komen. Race nummer 13. Met Dustin Enkhoven aan de leiding hier. Dan de andere zes rijders in de baan. Lars van Dongen, Tom Dekker, Boy van Arsel, Jimmy van Zetten en Jason Will. Aan de leiding hier met 317, Dustin Eindhoven van FC Geldermalsen. Dan hebben we met de 129 Tom Dekker. En dan nog eentje van de Hoepers, Lars van Dongen. Die gooide daar een prachtige sprong hier bij de eerste rondrijd. Dat er ook eentje van uit Nederland. En dat zal eens Kevin van Uren zijn. Hij neemt ook een klein beetje afstand van de groep. Een metertje of 6 heeft hij voorsprong op nummer 412. En dat is de Lotte van Zandvoort. En dan gaan we eventjes naar plek nummer 2 kijken. En dat is met 11, Michael van Gelder. Dan zien we daar op 4 en 5 twee rijders van FC Amazone. En dat is Max Hombo en Roland Strijd. Race nummer 15. Kelly van den Kamp, Daniel Kaasjaar, Erik van der Wiel, Romano Brok, Annie Pigam en Thijs Savelkoos. Laatst genoemde hier aan de leiding met 445. We gaan eventjes naar plek 2 kijken. En dat is met nummer 36, Erik van der Wiel. En dan zien we daar op 3 en 4 twee rijders van FC Amersfoort. En dat is Annie Pigam en Daniel Kaasjager. Door naar race nummer 16. En, als je dan al een paar wedstrijden ziet, dan hoef je eigenlijk niet meer naar het startnummer te kijken. Want aan de leiding hier Wesley Eindhoven met 316. Gevolgd door Gilder met 105 van de leerrijders. Dan gaan we even naar de derde plek. En dat is met 383. Is dat Dion van den Heuvel. Nummer 17 in de baan. Aan de leiding hier Leroy van Hassel op zijn eigen thuisbaan. Hij denkt groot slagen, snel thuis. Ja, de thuis ligt vlakbij. Dus hij kan hem uit laten lopen naar die finishlijn. Op plek nummer 2 met 119 is dat Bart van Haren. En dan krijgen we volgens mij met 356 ook nog TGO. Door naar race nummer 18. Aan de leiding hier de wijrijders
En dat zal dan Jonathan Moor zijn met 114. En dan krijg je daar met 329. Die wordt buitenom gepasseerd, Bart-Jan Hollink, door die 441. En dat is Joe Schuster. Joe Schuster op het moment dat hij tweede trekt. En dan komt die 311, Joey Bo, naar boven stormen. Pak je daar die derde trek? Ik denk dat hij net iets te kort komt. Race nummer 19 hebben we hier. Drie rijders van de Roepers. Aan de leiding hier met nummer 14, Sam Groenendaal. En dan met prachtig nummer 88, Mieke Heuvel op plek nummer 2. En dan zien we de andere rijder van de Roepers met 65 voorbij komen. Joris Kooijman, gevolgd door eentje van SC Amazone, prachtig man. Door naar race nummer 20. Met in de baan Robin van Mil. Ik wou zeggen, aan de leiding hier, maar daar komt er eentje van de leiderrijders voorbij. En dat is Raymond Willemsen, die op plek nummer 1. En dan gaan we naar eventjes naar 3 kijken. En dat is Joske van der Heijden op de Roepers op 3. En wie wisten we dan nog? Van Geldermassen, Rosanne. Race nummer 21, een mooie volle bak, oftewel de F16 van vandaag, de eigen klasse 14 plus. Aan de leiding hier, met prachtige sprongelaar in het achterveld, net voor de bocht. Met nood verstegen aan de leiding, dan krijgen we met 351. En dat is Wolf Botterman, die een paar weken geleden te val kwam in Milan. Maar gelukkig weer bij is, dan zien we daar op 3 Mark Verstegen voorbij komen. En dan nog twee rijders van FC Nuland, Koen Kosten en Danny Koeman. Race nummer 22. Met twee rode Ferraris voorop. Aan de leiding met 711 is dat Rens Homo. Gevolgd door zijn teammaat met 723 Arjan van Grinsven. En dan gaan we even naar 3 en 4 kijken. Op voor het 3-4 en 5. Dat is weer met de 395 Jenny van Doesburg. Die daar ook weer bij zit.